Lucht en Water 1, een iconisch grafisch meesterwerk van Maurits C. Escher. Een prent van een houtsnede waarin vissen en vogels op de grens van lucht en water in elkaar leken over te gaan. Ik zal als ambassadeur bepleiten dat dit werk symbolisch als steeds wisselend spiegelbeeld kan worden gezien van Nederland. Als land tussen de oneindige lucht, het altijd wassende water en als synthese van het vrije denken, van de verwondering. En dus gekozen moet worden als het kunstpronkstuk van dit land.